Burgemeester, hoe blij bent u met Vodafone Ziggo als nieuwe partij hier in Utrecht? Nou, ik ben heel blij, want het is altijd goed als grote bedrijven zich vestigen in je stad. Heb je niet al heel veel van dat soort bedrijven? Zeker, ASR, Douwe Egberts, de Jaarbeurs, de Rabobank, zeker. Maar dit is wel een bedrijf wat past bij de ambities van de stad. Een jonge stad, hoog opgeleid, nogal zich snel ontwikkelend. En die ook wel die speeding up van de internet heel goed kan gebruiken en alles wat daarmee samenhangt. Namelijk jonge mensen die we hier hebben en die ook heel goed passen bij dat bedrijf. En dan ook nog leuk, dat hele Hoogkaterijnen, dat begint er langzamerhand echt uit te zien. Hè? Daar heb je al een hele tijd zijn we daarmee bezig geweest. Ik heb Media Plaza opgericht in 1996 en toen waren ze er al mee bezig. Het heeft heel lang geduurd. Zeker in Media Plaza, ik was daar toen ook bij. En dat was echt een uitvinding, dat was echt state of the art. Alsnog van harte gefeliciteerd. Alleen we zijn wel een aantal jaren verder en je ziet toch dat zo'n zaadje ooit leidt tot een enorme oogst. En Utrecht is ontdekt, ook door bedrijven als deze, Vodafone Ziggo, die ook weer een enorme aantrekkingskracht op andere mensen heeft. En dat vind ik zeer mooi om te zien. Zeker omdat ik net als u al zo lang aan deze stad en omgeving verbonden ben. Ja, en u bent ook verbonden aan Amstelveen, heeft u ook nog heel lang gezeten. Zeker. Zie je nu dat er ook een hele hoop komt dat Amsterdam een beetje vol zit en dat Utrecht nog kan groeien? Nee, maar weet je, Utrecht ontwikkelt zich, maar het is Nederland. Hè? Het gaat om Nederland, het gaat om West-Europa. En het ene land in Amsterdam en omgeving van Amstelveen. En het andere in Utrecht en weer de volgende in Rotterdam of Den Haag. Zo gaat dat. Dit is nu iets wat naar Utrecht komt. En het volgende gaat gewoon weer naar een andere stad. En zo hoort dat ook. Het zijn de grote mix. Het gaat om de mix, hè. De locatie, de mensen, de omgeving. Nou, dit lukte. Ja, wat zijn de grote issues bij Utrecht die de komende 5 jaar aangepakt moeten worden? Nou ja, weet je, we moeten nog verder ontwikkelen. En hoe wordt dat dan? Hè? Hoe gaat dat dan? Overal in de wereld trekken steden mensen aan. En hoe hou je dat nou leefbaar? Hoe hou je dat nou gezond? Hè? Healthy urban living, om het even op in het Engels te zeggen. En daar zijn allerlei mobiliteit, wonen, gezondheid. Hoe gaan we om met de nieuwe generatie? Maar ook hoe gaan we om met ouderen? Het feit dat we ook weer vandaag met Vodafone Ziggo projecten starten. Die gaan over de vraag hoe kun je gezondheid voor ouderen thuis brengen. Door ook met behulp van technologie. Ja, dat zijn wel dingen die dan naadloos in elkaar schuiven. Want we kunnen niet zonder technologie. Het is geen doel op zich. Maar wel een middel om heel veel dingen heel aangenaam voor heel veel mensen te maken. En nu dus binnenkort uit Utrecht komen de nieuwe dingen. Dank u wel, burgemeester. Graag gedaan.